IJzendijken is Weitje Rock eind jaren 90 ooit begonnen als een uit de hand gelopen tuinfeest. En na jaren van afwezigheid is het sinds vorige zomer weer helemaal terug van weg geweest. Onder leiding van een nieuwe groep vrijwilligers is het uitgegroeid tot een evenement met zo'n 1300 bezoekers. Eigenlijk heeft het in deze streek altijd wel geleefd. En zeker omdat er op een duur in West-Vlaanderen helemaal niks meer van live muziek in de open lucht was. Vonden wij het nu wel echt een grote noodzaak dat er iets zou komen wat Weitje Rock zou vervangen. Dus ze hebben we nu 2 jaar geleden opgepakt en dit is het festival wat er nu staat. Er zit ook iemand bij uit het oude bestuur die heel graag nog zijn steentje wilde bijdragen. Dus zo hebben we nu een bestuur van 6 mensen die hier een heel jaar aan werken. Je stapt echt net van het podium. Hoe is je optreden gegaan? Ja, goed. Mensen waren heel relaxed, lekker aan het luisteren op het gras. Dat dus, vind ik altijd wel ideaal, als je alleen speelt. Hoe zou je het festival omschrijven in een aantal woorden? Dat het van alles wat is. Dat je dus stevige bands kan bekijken. En daarnaast dus dat kleinere singer-songwriter podium. Dat vind ik wel te gek. Vind ik wel waardevol. Ja, dat het allemaal op één plek kan, zeg maar. En wat vind je van de locatie? Want we staan hier eigenlijk in de wei waar normaal paarden staan te grazen. Ja, we staan op een uienveld. Hiernaast is een groot uienveld en onder het podium ook. Dus in het midden ineens 3 klaprozen. Dus, ja, het is heerlijk. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Wel relaxed, leuke sfeer en iedereen is een beetje zen, relaxed. Ik vind het gewoon gezellig. Ik kom zelf uit Oostburg en ja, dan zie je gewoon heel veel bekenden hier weer rondlopen die je een tijd niet gezien hebt en dat we een keer weer een keer spreekt. Het is niet zo groot, maar er is al veel volk vind ik voor per dag. Vooral zo vroeg, dus wel enthousiast denk ik. Zijn jullie vaker in Nederland voor het podium? Nog niet, we zijn heel blij dat we nu voor de eerste keer toch nog dicht bij huis in Zeeland. Het is toch een beetje België, hè? Maar de eerste keer hebben we al wel in Parijs en in Londen gespeeld. Maar nu de eerste keer terug in Nederland. Vroeger had ik gezegd, hij dwaas en homo, een lelijk ambrel hier op de eerste rij komt staan en uw korte broek en uw mocassins aan, hè? En uw belachelijke kousen. Vroeger had ik dat, maar nu niet meer. Nu maak ik je niet meer kapot, hè? Nu zeg ik Xander, welkom. Voor mij was het een stap in het duister. Het was echt de eerste keer dat ik hier op een Nederlands podium stond. Dus ik wist niet wat ik moest verwachten. En het was ook direct in open lucht. Dus meestal speel ik in zaal in België. Dus, en het is heel goed meegevallen, dus ik ben echt blij. En het applaus was heel mooi op het einde. Dus dat is echt wel heel leuk om te horen. Ja, meneer, waar komt u vandaan? IJzendijken. En hier lekker in eigen dorp een festival. Hoe leuk is dat? Fantastisch. Prachtig weer vandaag. Dus kan niet beter. Ja, ik denk dat het voor de jeugd heel fijn is. Gewoon. En trouwens, ja, je ziet hier alle leeftijden lopen. Dus het is gewoon echt heel leuk samen zijn. Ja, onze gemeente promoot aan de kust. Heel veel.
En we hebben nu weer iets in, zeg maar, in het binnenland, tussen aanhalingstekens. Dus we hebben weer een mooie aanvulling in het binnenland. En ja, ik denk dat het genieten is hier in het binnenland en IJsendijke. Dus fantastisch. Waar komen de mensen die hier zijn vooral vandaan, denkt u? Ik denk dat de meeste komen uit de regio. En er komen heel veel mensen uit België, heb ik begrepen. Dus België heeft een aantrekkingskracht voor dit festival.